Jij mag me ook wel insmeren. Oh, oké. Okay. Wil je nog wat zeggen tegen de kijkers? Smeer je in. Met babyolie. Twijfel niet en koop het vandaag nog. Dan gaat je koppie lekker shinen. Shinen. Dagelijks HD. Maak u allen klaar voor de twee beste dansers van 2015. De vorige keer bij FIFA Fridays. Ja. Nee, ik heb in ieder geval zijn oudste zoon gevonden hoor. Scoort hij gewoon een goaltje, rustig juichen. En hij doet gewoon die Robert Maaskant celebration. For real. En hij krijgt er ook nog rood voor, hè. Potje. Doei verbinding. Potje. 1-0 voor door. Hey Bas, wat doe je nou? Je sloeg een of ander kindjes. Maar ik weet niet wie het was. Daar komen we ooit nog wel achter. Je bent niet alleen een Robbie met dat kindjes slaan. Ook Bas doet het. Van tijd tot tijd, hè? Ja. Ik vind dat je soms respect moet hebben voor de goals van de tegenstander. Zie dit, balletje op het middenveld. Aguero. Terp. Maarten, wat vond je van deze goal? Vond je hem... Schitterend om hier te zijn. Schitterend. Wie zegt dat Dost geen pace heeft? Ik heb het nog nooit iemand horen zeggen, maar het is wel bekend. De verdediging heeft het nakijken. Is zo lek als een... Mandje? En pas. Bas. Maakt het af. Moet je controller hebben of wat? Moet je controller hebben? Dacht ik al, hè. Er kwam even een kindje in mijn kamer in. Maar toen gaf ik hem een map en toen ging hij weer weg. Oh ja, joh. Ik moet er eens denken aan ooit een of andere draw something video van DHD. Toen mijn broertje binnenkwam. En toen ik een of andere middelvinger opstak en ik dat duizend keer naar me getweet kreeg. En check dit, hé. De paai aan de zijkant. En de bal ligt hier. En dan kun je een paar dingen doen. Of je komt niet aan schieten toe. Of je schiet hem op de paal. Of je schiet hem erin. En wat doet de paai? Die schiet hem op de lat. Nou. Helaas glijdt Nassing dan uit. Over. Mayonaise. Maar Bas neemt de penalty. En die mist hem? Dus dan blijft het spannend in deze wedstrijd. Maar vlak voor rust. Heeft Neymar hier de bal na een corner. Zoeken naar die strakke voorzet. Bam. En Dost is daar. En die zegt tegen de verdediging. Goedjes. Bas Dost is trouwens nu derde topscorer in Duitsland. Al scoort hij op de laatste speeldag één keer, dan is hij gedeeld tweede in Duitsland. Dan verdient hij toch een team of the season. Dan wordt het 3-2. Maar uit deze vrije trap al van Persie in de 70ste minuut. Komt Wijnaldum erin. Hoe kop je die erin? En ook Wijnaldum vindt het nodig om... kindjes slaan. Dost, ben jij dat? Robbie, ben jij dat? Brunet, ben jij dat? Robert, ben jij dat? Duckout, ben jij dat? Memphis Depay is gewoon een duckout. Gaan we het dan afmaken met Van Persie? Nee, ik wil hem niet verder vernederen. Van Persie, tik hem maar uit, joh. Oh, dan moet je me niet neerhalen, domme keeper. Deze jongeman is te dom om te poepen. Nou, oké, Bas. Luister naar me, we gaan hem niet scoren, deze penalty. Goed zo. Ja, blijf maar staan. Nou, neem hem toch maar. Lief van je, tik hem maar gewoon terug. We winnen toch wel, joh. En we kopen een nieuwe speler, zijn naam is... Labiat is een labirat. Hij is de jongen die twee blikjes energy had. En een hele zak chips leeg at. En hij smeert babyolie op zijn bruine Jij bent wel klein, hè, trouwens? Ja, klopt. Ben je niet gewoon een kindje? Ja, klopt. Het is een jongen van 2 meter. Denk dat hij wat is. Werd jij net geslagen door Bas? Ja, kijk maar. Huh? Hij gaat man klap. Je hoort het, Bas. Geen kindjes meer slaan. Nog iets te zeggen tegen Bas? Niemand is bang voor hem. Dan moet hij helemaal niet denken dat iemand bang voor hem is. Bas vindt het volgens mij wel stoer. Ja. Applaus voor hem. Hé, koop gewoon mij door. En waarom? Jezus, vraag je wel wat. Ja, waarom kopen we jou? Dat is een moeilijke vraag, hè? Ja. Humor. Humor. Oh, jij brengt humor. Je bent zoals Martin Zindi. Ja. Ik kan ook wel serieus zijn. Oh, serieus? In FIFA Fridays? Dat is ook wel handig. Drie? Ga je nog iets zeggen dan? Ik hoorde dat je goed kon darten. Dat beschouw ik als een ja. Zo gaat het heel lang duren. Voordat we dingen weten waar jij goed in bent. Verder komt Beugelsdijk hier weer terug. Altijd lachen met hem. Hallo fans. Hey Tommy. Ik hoop dat toekomst koeken. Koeken. Wat kom je koeken dan? Gevulde? Koeken. Of van die roze? Koeken. En ik hoop toekomst koeken. Ik snap helemaal niks van jou, Tom. Ciao. Nou, laten we die gozer die geslagen wordt er ook maar in doen dan. Tegen deze gast. En zijn keeper vangt hier de bal. En voor Persie, waarom loop je nou weg? Of blijf je nou gewoon dicht in de buurt van de keeper als hij me zijn handen heeft? Dan heb je nog kans om te scoren. Eerlijk is eerlijk. Deze goal wordt afgekeurd, maar waarom? Hij hindert niet, hij staat daar gewoon. En Joe Hart loopt naar hem toe. En als de keeper de bal in zijn handen heeft, geldt er geen regel van dichtbij staan of zo. Dat mag niet. Dus ja, als iemand weet waarom dit afgekeurd wordt, dan krijg je van mij 10. Koeken. In ieder geval, Wijnaldum heeft de bal strak en laag richting Van Persie. En dat hij de man van de wedstrijd geworden is niet duidelijk, want hier kapt hij zijn mannet en de korte hoek ligt. Ik win de wedstrijd. Oh ja, tussendoor scoorde hij nog wel de 1-1, maar dat geeft niet. En we winnen.
Handhaving in divisie 1 is binnen. Omdat zijn verdedigingsdoel lek was als een mandje. En dan doen we weer een aankoop. Eindelijk weer een gouden aankoop. Zijn naam is Johnny Heitinga. Zie dat hoofdje shine, hè? Sowieso, jij gebruikt ook babyolie. Ik smeer wel in, maar niet goed genoeg, denk ik. Oh, je smeert niet goed genoeg. Ik haal het om het donder van Charlotte Sophie, mijn vrouw. En die zegt altijd, je moet je wat vaker insmeren. Maar hoeveel doe je... maar hoeveel doe je op dan? Een klein beetje smeersel. Maar dan ga je wel verbeteren. Smeren, dat ik al aangeef, dat moet wat beter. En dat heb ik ook mijn vrouw beloofd, dat ik beter ga smeren. Maar smeert je vrouw je in of smeer jij jezelf in? Jij mag me ook wel insmeren. Oké. Kun je nog wat zeggen tegen de kijkers? Smeer je in. Met babyolie. Twijfel niet en koop het vandaag nog. Dan gaat je kopie lekker shinen. Shinen. Oh, jongens. En verder koop ik nog deze bronzen maloot, Kenny van de Weg. Ik koop jou alleen maar even, om mijn trainer je een boodschapje door te laten geven. Haal die paard eraf. Ik hoop dat je er naar luistert. Kom er maar in. Heitingaatje, kom er maar in. Potje pakken. Hé, die gast begint kaal te worden. Maar ik kom 1-2-0 achter. Maar Mr. Kindje Slam brengt ons terug in die wedstrijd. Rustig lopje van Persie. Oh, please. Die had erin gemoeten, jongen. Dat was zo mooi geweest. Maar in de 64e minuut neemt de Paaienmaan rustig naar binnen. Afmaken. Hoe hoog zou die volgend jaar op FIFA worden? 81 of zo, of 82? Maar ja, het moest ervan komen. Corner, weggebokst door Maarten. Maar hij wordt erin geknald. En nog één. Maarten, ik verlies. Ik heb het al eerder gezegd, maar mijn doopnaam is ook Maarten, hè? Ja. Noem me vanaf nu maar Maarten in de comments. Ik vind het goed, hoor. Die verdediging met Johnny, dat werkt ook niet, hè? Wat zeg je? Volgens mij ben jij meer zo'n darters type. Beter dan Van der Hoorn. Ik denk het wel, laat dat zien. Oké. Oké, de eerste indruk was niet al te goed, maar kom op, nog een keer. Zo, die was goed. Shine. Sowieso, je hebt hier ingesmeerd. Maar ja, dan verlies je met 5-1 en dan wordt het terugreis naar ons eigen stadionnetje, ons eigen clubje wel heel lang. Of hoe wordt zo'n terugreis dan, Maarten Stekelenburg? Zelf was heen, alleen omgekeerd. Kenny, heb je al geluisterd naar Ron, of niet? Zoals afgesproken zou ik, als ik ga spelen, mijn baard eraf halen. En bij deze ben ik nu bij de kapper. Ik hoop dat ik iedereen tevreden mee heb gemaakt om mijn baard weg te halen. Nou, hoi. Dan mag je weer opflikkeren. Maar ik koop weer een nieuwe Nederlandse verdediger, want die babyolie Johnny, daar word je helemaal niet goed van. En hij is niet van PSV deze keer, dus het is geen Easymat Miren. Die moet ik eigenlijk kopen, maar die kan je zo slecht linken in het Frans. Volgens mij heeft hij 1000 leuke momenten gehad, jongen. Zoals... Gefeliciteerd. Goedavond. Yeah. Gefeliciteerd. Goedavond. Wow. Ik koop Matthijssen. En als je naar het hoofd kijkt, dan heb ik echt maar één ding te zeggen. En dat is... Smeer je in. Dat is echt nodig. Maar moet je eens kijken, joh lul. Ik ga nu spelen met mijn centrale verdedigingsduo. Matthijssen en Bruma. Ja, schitterend. Kom op dan. Keuken. Jong, vuile, vieze. Keukenlijen. Dat moest gewoon. Bedankt voor het kijken. Alle mensen die liken. We krijgen een unieke giveaway. En wat is die giveaway? Wil jij er eentje hebben? Waar heb je het nou over? Oh, je hebt het over een klap van Kazim. Ik snap er niks meer van. Nou, wil je geslagen worden door Kazim of Dos? Je weet het. Ik zie jullie. Volgende week vrijdag 5 uur. Ciao. Scoort hij daarna een goal? Get wrecked, mate.